Linda de Mol en Wendy van Dijk, move over. De meest geliefde vrouwelijke tv-ster van Talpa is by far Helene Hendricks. Ze lag laatst een beetje onder vuur vanwege wat gemakzuchtige uitspraken over grensoverschrijdend gedrag, maar door de gemene uitspraken van Helene Hendricks-basher Stefanie Hogeberg werd ze al snel weer op handen gedragen. Na het definitief mislukken van HLF8 is Helene op dit moment vooral weer druk met sporttelevisie. De presentatrice is daarnaast een van de vaste gasten van Vandaag een Site. Ze was recentelijk een tijdje afwezig vanwege het overlijden van haar vader, maar inmiddels draait ze weer volop mee. Ondanks haar populariteit is Helene dus bijna transfervrij. Ze vertelt in de Vandaag een Site van gisteravond, mijn contract loopt volgende maand af. Nee, ik heb in principe de mondelinge afspraak om nog een jaar door te gaan, maar we hebben nog niets op papier. Waar de mannen van Vandaag een Site voor 2 jaar hebben bijgetekend, met een exclusieve optie voor een 3e jaar, lijkt Helene niet verder te willen gaan dan 1 jaar. Na volgend jaar zomer blijft er namelijk extreem weinig sport over bij Talpa, want vrijwel al het belangrijke voetbal gaat dan naar concurrent Ziggo Sport. Gaat Helene dan ook naar Ziggo? Ze heeft al gesprekken gevoerd, zei ze in januari. Ik heb al mijn kaarten op tafel gegooid, zowel bij Talpa als bij Ziggo en dan zien we wel wat er uiteindelijk uitkomt. Ze hoopt uiteindelijk op een combinatie met Talpa, zodat ze wel in VI te zien kan blijven. Ja, daar gaat mijn voorkeur naar uit, maar ja, dat moeten beide partijen natuurlijk wel willen.